En die gaat alsnog in dan. Nee! Oh, wat de spoe! Oh, man, man, man. Yo mensen, dit is Ons Gaming en naast Formule 1 en FIFA ga ik ook een serie maken van Rocket League. En dat ga ik in eentje doen of met wat vrienden. Het ligt altijd een beetje aan en we gaan natuurlijk proberen om al zoveel mogelijk potjes te winnen. Natuurlijk zijn we niet heel erg goed in deze game, dus wees niet al te hard voor ons. En als je het leuk vindt, ram natuurlijk op die like knop en als je nog niet geabonneerd bent, doe natuurlijk even abonneren. En ik zou zeggen, laten we gewoon kijken naar dit gefaal. Goed, we gaan weer Rocket League doen. Even kijken, ik heb natuurlijk de Octane ZSR. Deze kun je alleen maar uit een pakket krijgen, zeg maar, uit zo'n Champions Crate. En we gaan 3 tegen 3 doen. Dan is er in ieder geval een kans dat ik in ieder geval één goede tegenkom misschien. Of die bij mij in het team zit en eentje die misschien wel minder is. En ik zelf, ja, ben natuurlijk ook bar slecht eigenlijk in het spel. Nou, het heeft even geduurd, maar hij heeft iets gevonden. We spelen tegen 2 veteranen en 1 semi-pro. En zo te zien zijn het wel bekenden van elkaar in ieder geval. En ja, dit begint erg goed. Mijn god zeg. Ja, sorry. Moet die bal tegenhouden, godverdomme. Nou, 1 seconde op de klok, 1 al achter, dit begint goed. Ik mis die boost ook gewoon, hè. Nou, kom op teamgenootjes. Ja, lekker. Oh, nee. Oh, ik ging veel te hard. Die bal was veel te hard ook. Oh, nee. Het gaat allemaal weer net goed, hè. Op 10 minuten, mooie voorzet geven. Ja, dat is ook goed. En hoppakee. En zo is het 1-1. Er is er niks verloren deze pot. Er is nog niks verloren. Ja, ah, mooi paasje van die tegenstander. Goed, het is 1-1. 4 minuten 15 op de klok nog. We zitten nog helemaal in de wedstrijd. Oké dan. Oké, doen we het gewoon zo. En 2-1. Nou, dit gaat best oké. Ja. Het is bij Rocket League meestal alles of niks. Of het gaat echt ontzettend goed. Of echt de hele avond alleen maar kut en je verliest alles. Maar dit belooft veel. Dit belooft veel. Nou, ga teamnoot. Oh, wat doen ze? What the fuck doe jij? Oh mijn god. Nou, dan de bal erin. Ja, lekker. Hop, zo is dat 3-1. 3-1 gewoon. En dat gewoon met randoms, hè. De partij die pakt er helemaal niks van. Die ene heeft zelfs gewoon 0 punten. Het is een eigen goal trouwens. Lekker. Nou, jullie maar. Ja, we begonnen heel slecht dit potje, maar we hebben nu we zijn weer terug. We zijn helemaal terug. Maar het kan natuurlijk allemaal weer helemaal misgaan nog, hè. Ja, zo. Die gaat erin. Nee, net niet. Hop, weg jij. Mijn boost. Teamgenoot erbij, hè? Teamgenoot. Nee. Nou, tikje, geef een tikje. Oh, kom op. 1 tikje deze kant op. Ik mis hem gewoon.
Oh mijn god zeg. Dat was gewoon, dat had de 4-1 moeten zijn. Ah, die boost. Die boost, wat is die? Oké. Okay. Nee jongen, daar ga je niet in knallen. Oké, okay, dan moeten we echt opletten, want oké, okay, hij heeft hem wel. Netjes. Hoi. Die teamgenoot, waar zijn jullie? Waar zijn jullie? Nee. Het is wel een stelletje prutsers waar we tegen spelen, zeg. Ah, ik mis de bal zelf ook. Oké, ik heb niks gezegd. Ik heb niks gezegd. Ja, deze gaat erin. Oké. Zo. Het gaat allemaal net, dit gaat allemaal goed. Dit gaan we gewoon winnen. Dit gaat gewoon lukken. Denk ik. Het is niet zo slim eigenlijk. Maar ik los het zelf op. Geen probleem. Ah, we komen er wel. Ze gaan echt geen 2 goals maken in deze laatste 40 seconden. Joh, gek. Nee, die bal is te hoog. Oké, okay, moeten we even op blijven letten nog. Oh ja, goed zo. Dit was wel een beetje de bedoeling zo. Ah, die bal gaat er net niet in, hè. Nee. Nou, iemand voor de goal nog. Nice. Nee, dat gaat hem allemaal niet meer worden. Ik moet wel even deze bal nog zien tegen te houden. Zo, daar gewoon kapot. Nou, we winnen gewoon 3-1. Good game, yes, good game. En MVP. Nou, valt best mee. Meestal verlies je het eerste potje. Sinds gisteren zijn we eigenlijk best wel ver teruggezakt. Was bijna Challenger 2, maar nu zitten we dus weer op Challenger 1 en Divisie 2. Dus we zijn redelijk naar beneden gekomen. Knalt, zeg maar. Nou, hij heeft eindelijk een nieuwe mens gevonden. En we spelen tegen een semi-pro en 2 onbekenden. En ik zit bij 2 veteranen. Ik zie kansen. Hopelijk zijn het 2 bekenden van elkaar, zodat ze een beetje kunnen... Oh god. Dat ze een beetje kunnen praten met elkaar. Ik heb geen boost. Ah, ja, maar ik had die bal zo in kunnen rammen als ik een boost had gehad, maar ja. Oh, ik mis hem gewoon. Dit is echt zo dom dit, hè. Nah. Het was net te laat. Ja, ik time ook gewoon mis en dan... Jammer. Jammer, dat is het gewoon. Oké, okay. Maar er is nog niks verloren. We hebben nog 4,5 minuten gaan. En we moeten gewoon... winnen, klaar. Dat is het enige waar het om gaat. Winnen. Hoe maakt niet uit als we maar winnen. The fuck. Oké, okay, niemand van die andere 2 teamgenoten van mij die verdedigt dus. Niemand staat in de goal. Ik wil een beetje in de gaten gaan houden. Dit wordt 2-0. Oké. Okay. Hoppa, hier. Ja, hun wilde de bal niet hebben, ja, dan pak ik hem wel. Geen probleem hoor. Hup, deze mis. En die andere was niks aan het doen. Ah, 1-1. Nou. De nieuwe season van de Rocket League begint natuurlijk ergens in april, geloof ik. Seizoen 5 of wat dan ook. En
Ja, ik ben wel benieuwd of ik dan wat hoger kan komen. Want nu blijf ik eigenlijk altijd maar tussen challenger 1 en challenger 2 plakken, zeg maar. Ik kom gewoon niet verder. Meestal win je een paar potjes achter elkaar en dan verlies je weer een paar achter elkaar. Oh god. Oh, dat doet... No. En die gaat alsnog in dan. Nee! Oh, wat de spoe! Oh, man, man, man. Dat ging echt, dat ging maar net goed. Ja, ik pak die boost al. Yo. Die bal was echt al helemaal grijs gewoon. Helemaal gewoon eigenlijk al erin, maar toch net niet. Geweldig. Oké. Ah, ja. Dit wordt... Is het mensen beter als ze in ieder geval tegenstaan met ons waar we net tegen speelden. En die... Toch goed zo. Eén teamgenoot van mij die doet echt helemaal niks volgens mij. Oké, deze bal heb ik. Er is niemand van hun voor. Deze moet hij gewoon missen. Jazeker. Oh, nee. Hoe krijgt hij dat voor elkaar, hè? Wat een save. Hé, hey, wat denk jij ervan? Is deze man nou eigen goals aan het maken of zo? Oh, sorry, keeper. Ik krijg hier de keeper aan. Sorry. Sorry, 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 sorry. Zo, wat een bal is dit. Hup, weg jij. Ah, nee, ik kan er niet bij. Zo, wat een gebeuk is dit, jongen. Oh, ik tik hem gewoon zelf weg. Ik wil eigenlijk een omhaal doen, maar... Nee, man. Oh. Wat een gefaal, zeg. Wat een gefaal. Nou. Lastig potje dit, pittige tegenstanders. Deze gaat vrij mis. Oh, wat ben je aan het doen, teamgenoot? Wat ben je aan het doen? Ah, goed zo. Ja, dan gaat hij erin natuurlijk. Oh nee. Ja, rij hem erin. Rij hem erin. Nee, ja. Ja. Wat een goal is dit dan, zeg. Eerst stand zo keit in die paal aan. Pap, mis zelfs gewoon. Aan een hele rare manier gaat hij toch erin. Heel raar dit. Maar goed, hij zit. Het is 2-1. En we staan weer voor. Oh. Ah, die heb je niet. Die heb je niet. Oh, die heb je wel. Jammer. Oké, ik wil even een beetje achterin. Om dit soort ballen weg te werken. Ja, deze is goed hoor. Hoppakee. Dat is wel een lekker goaltje dit. Ja, goede redding van jullie. Netjes. Nou, 3-1. Kan niet meer misgaan, zou je zeggen. Oh, die kan er... Oh, die gaat er bijna gewoon in één keer in. Oh, kut. Nee, ik mis hem. Maar hun gelukkig ook. Oh, ik vlieg veel te veel. Oh, het gaat allemaal weer net goed. Ja, dit gaan we wel winnen, denk ik. Dit komt wel goed. Oh. Oké, nou ligt de goal open. Ja, die gaat er weer niet in. En die missen ze. Ze willen ook gewoon niet scoren, hè. Ze willen het gewoon ook. Gewoon echt niet. Ja, deze gaat wel in. Ja, hoppakee. Lekker dan. Ja, het zou leuk zijn als we een keer een kratje krijgen. Gewoon die Champions Crate 2 of zo. Als we een keer een nieuwe auto hebben eigenlijk. Mooie game attacks ook, jongen. Ah. Zo. Oh. Nee. Maakt er helemaal niet uit. Als we nog een keertje een goaltje maken, dan mag dat wel. Maar liever niet natuurlijk. Oké dan. Och, en deze tikt hem gewoon zelf erin. Die is er klaar mee. Nou, voorzetje. Is er iemand op die bal in te rammen? Nee.
dit kan nog wel een goaltje worden. Als iemand, als hij goed zakt, iemand? Nee. Maar we winnen wel weer. 4-1. Het gaat best wel makkelijk eigenlijk nu. Best wel goed. Je boven het zak, zegt hij. Ongetwijfeld teamgenoten. We krijgen weer niks. We zijn wel division up, dat wel. Maar zijn teamgenoten hebben het niet zo heel slecht gedaan. Hè? Die een heeft die saves, dus het valt mee. Goed, op naar de volgende pot. Nou, eens kijken waar we nou weer, wat we nou weer gaan doen. Ik zit in ieder geval bij een pro. Ik hoef niet, nee. Goed zo. Nou, ik heb al vertrouwen in mijn teamgenoten. Nou al gewoon, na 5 seconden. Het gaat helemaal goed komen. Dat had echt een hele mooie goal kunnen zijn. Nou bij TPT zit ook op, denk ik, je expert is denk ik wel goed. Ik ben ook expert, dus dat zegt helemaal niks, daar niet van, maar... Wat ben ik toch allemaal aan het doen, zeg. Oh, kut. Ja, die gaat schieten dadelijk, die ene, nee. Okay. Deze mensen hebben er wel weer zin in. Dat is wel weer duidelijk. Zo. Godsamme zeg. Wat een gebeuk. Tja. Dit moet echt, die bal moet even weg gewoon hier. Sorry. Die bal moet gewoon weg. Kom op, counteren. Nou, komt hij er weer aan. Up, karma. Ah, die gast, hey, kom op. Het gaat een hele lastige pot worden zo. Dat weet ik wel. Nou, kom op, goede voorzet geven. Ja, nee. Nee, dit is niet goed. We krijgen ook geen kans om te schieten. Ja, nu gaat hij er weer niet in. Kom op, hé. Die bal moet eventjes gewoon weg. Hè. Daar staat hij er alweer. Die ene met die Batmobile, die is wel echt irritant. En oh, dit is dan zo'n moment. Hè. Als je dan misschien een 1-0 maakt in zo'n pot als dit, kan het misschien net genoeg zijn. Hè. Oké. Nou ja. Net niet weer. Het is een lastige pot dit. Oké, 10 minuten ga je doen. Goed zo. Oké, moet er meer hebben. Ja, lekker. Nou zit het weer tussen. Ah. Bob, we hebben maar één echt goede kans nodig. Dan zo'n bal of zo. Zoiets moet erin. Nou, we zitten er iedere keer toch tussen. Ja, nu gaat hij erin. Oh, goede save, teamgenoot. Lekker. Sorry. Ik krijg echt heel te tegen de keepers aan, hè, van mijn eigen team. Nou, kom op. Ja. Ja! Hoppa! Dit is dan echt wel geluk, maar dat heb je ook nodig in het spel. Nou, 1-0. Nu moeten we gewoon vol op de verdediging. Gewoon net bij FIFA. Ultra defensive. Park de bus. Let's go. Ja, die had een goal. Deze gaat op goal. Het zou wat zijn. Ja, lekker dan. Greeny. Zo. Komt hij aangevlogen hier. Hoppakee. Ja, dit is een hele mooie dit. 2-0. Nou. Het gaat echt veel beter dan ik verwacht had. Meestal is het niet zo best. Oh, ik mis hem. Ja, ik ben geen greenie. Nee.
Maar hebben ze al een beetje opgegeven bij de T-partij. Maar ze mogen geen goal maken, want dan kan het ineens een keer weer helemaal anders gaan worden hier. Zo. Ach, deze bal raak ik echt niet vol, hè. Dat was niet zijn best. Dit ook niet. Nou. Ah, ik heb geen boost. Ik heb geen boost. Nee. Leren. Zo. Dat was echt een kansloze actie voor mij. Ja, nu gaat hij natuurlijk in. Ah, fuck. We moeten echt nog wel even 30 seconden opletten, dus. Oké, okay, we moeten echt even gewoon opletten. We moeten gewoon even naar focus. Nou, hebben ze, nou geloven ze ineens weer in, dus we moeten echt even opletten. Ja, dit is echt gewoon goed. Ik weet niet wat ze dan doen waren, maar prima. Nou goed, nou is het denk ik al binnen. 3-1, 23 seconden. Ja, het kan natuurlijk altijd misgaan, maar... dit moet eigenlijk gewoon normaal gesproken gewoon een overwinning betekenen. Geen idee wat ik daar deed, maar dat is meestal als ik het spel speel. Eén keer boost pakken, misschien dat de bal nog goed wegkomt. Eén keer. Ja, bijvoorbeeld zoiets. Dan moet hij meteen in één keer... Ja, lekker. Schiet hem gewoon zelf erin. Oh. Nou. We winnen toch weer met 4-1. Hoppa. Nou, lekker dan. En weer MVP. Nou, geef maar eens een keer een Champions Crate. Dat zou wel verdiend zijn, denk ik zo. We kregen niks en we gaan ook geen level up. Beetje jammer dit. Beetje jammer. We zijn wel level up gegaan in algemene rank. We zijn nu level 43 alweer. Dat gaat er wel goed dus. Nou, we hebben weer nieuwe slachtoffers gevonden. We kijken of we de vierde wedstrijd ook kunnen winnen. En we zitten bij een expert en een pro. Dus ik heb er wel vertrouwen in. Maar we staan... Nee, dit gaat er niet in. Nee, die gaat er gewoon niet in. Klaar. Die gaat er gewoon niet in, deze bal. Oh, sorry teamgenoot. Ik ben wel echt tegen iedereen aan het aanbeuken vandaag. Hè. Dat is echt niet normaal. Nou, let op. Zo. Oh, die bal raakte ik wel lekker. Ja, geef me voor. Nou, oh, godsamme zeg. Oh, ik zag die andere aankomen. Die stond gewoon klaar om die bal erin te rammen. Tik jij me aan. Nou, teamgenoot. Oh, nat nek. Goed zo. Ja, deze moet ik hebben. Oh, dat gaat maar net goed. En dan gaat hij er alsnog in. Nee. Ja, nu. Poeh. Ja, nu gaat het erin. Nee, hij heeft hem ook nog. Oké, okay, die bal moet echt. Oh. Er stond alweer een ander klaar moment dat allemaal. Dan komen we echt even heel goed weg hier. Leren. Oh, nou dat die bal niet in gaat, is echt niet te geloven. Komen we daar goed weg? Ik had die boost moeten pakken trouwens, maar dat verneuk ik dan weer. Nou, deze mensen hebben ook wel zin in bij de T-partij, zeg. Nou, ik heb even een boost nodig, kom op. Ja. Nee. Oh,
shit, nou gaat die gaat op goal af, die gaat er weer niet in. Ja, dit is goed. Ja, teamgenootje, ja, lekker dan. Nou, staan we echt gewoon dik 2 minuten onder druk en dan ineens uit het niks maak je toch die 1-0. Dat is ook echt gewoon Rocket League. Het is precies zoals bij FIFA altijd dit. Maar dat maakt niet uit, het valt allemaal in ons voordeel tot nu toe, dus prima. Oké, dat was een aerial hit dus. Ah, ik mis hem. Waar zijn mijn teamgenoten? Ja, gelukkig zijn jullie er nog. Godzijdank. Hoppakee. Dat heb ik niet eens door, maar het is gewoon 2-0. Het gaat goed. Het gaat veel te goed. Tijd om te stoppen hierna. Ja, dit is een goede goal dit. Binnenkant paal. Lekker hoor. Eigenlijk moet ik ook even een goaltje maken deze wedstrijd. En dan horen we bij de rest van de crew. Ook al heeft die ander trouwens ook... oh nee, die ander heeft ook geen goal gemaakt. Oh, jammer. Ja, dit is mijn bal. Nee, er zit net iemand tussen. We gaan gewoon de nul houden, kom op. Ja, dit is een goede bal. Oh! Nee, nee, nee. Die ging gewoon net niet in, hè. Nou. Oh, en deze gaat het dan ook niet in. Nee. Nee, nee, nee. Oh, ik was die bal helemaal kwijt. Nou. Oh, shoot, maar jongen, jongen. Ik had hem ook wel gehad anders. Nee, nee, die valt net niet goed. Nou, ik denk niet dat ik ga scoren deze wedstrijd, maar we winnen wel weer. Dat is de 4e keer dan achter elkaar. Dat met allemaal gewoon randoms. En deze, ja, ik wist even niet op mijn zoon. Eigenlijk gewoon aan moeten vliegen hier. Of gaan. Nou. Uiteindelijk, het is 2-1. We moeten even nog 5 seconden zien te overleven. Het zal lastig genoeg zijn. Ja, dat was niet zo'n beste actie om dat om te gaan vliegen. Maar, nou, balletje voor. Kom, iemand, iemand, iemand. Nee. Oh, die legt hij gewoon klaar voor de tegenpartij. Goed gedaan. Ik kan wel gewoon helemaal achterin staan. We moeten gewoon winnen. Ja, tik hem erin. Och, och, och. Nou, ik blijf hier gewoon campen hier. In de goal blijven campen. En dan wordt het... Oh god. Dus daar is mijn schuld als het 2-2 wordt. Want dan kan natuurlijk helemaal niet keepen eigenlijk. Maar ja. Nou, weg die bal. Ja, goed. We winnen. Laat hem op de grond vallen. Ja, hoppakee. 2-1 gewonnen. Nou, netjes. 4 puntjes op een rij gewonnen. Bij de volgende video gaan we gewoon weer verder met deze serie. Gaan we kijken hoe ver we kunnen komen. Misschien dat we gewoon 10 of 15 keer achter elkaar kunnen winnen. Waarschijnlijk niet, maar dat maakt helemaal niks uit natuurlijk. We gaan ook niet level up, zie ik. Blijven tussen Division 3, Challenger 1. Nou ja, maakt niet uit. In ieder geval bedankt voor het kijken en tot de volgende video natuurlijk. En vergeet natuurlijk niet die like-knop in te rammen. Nou, dat ging echt lekker deze outro. Maar goed, maakt niet uit. Tot de volgende video.